Maar geloof me, dat ontdek je liever vroeger dan later. Het is nooit fijn om te ontdekken dat de naam die je hebt bedacht al bestaat. Maar geloof me, dat ontdek je liever vroeger dan later. Want stel, je hebt al je briefpapier gemaakt, je etalage bestickerd en dan? Check daarom als eerste of de .be domeinnaam beschikbaar is. Werd hij al ingenomen? Op zich geen probleem. Je kunt altijd voor een andere extensie kiezen, zoals .vlaanderen, .brussels of .com. Als dat niet gewenst is, kun je er altijd nog voor kiezen om je naam net iets anders te maken. Door er iets voor of achter te zetten. Bijvoorbeeld we are puntje 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 of wij zijn puntje puntje puntje. Maar dat is tenminste de ideale route. Het liefst heb je natuurlijk een originele naam die nog niemand heeft gevonden en die je helemaal voor jezelf kunt gebruiken.